Oké, vandaag gaan we het hebben over wat jongens zeggen, maar echt bedoelen. Snap je dat? Want anders gaat het altijd fout zoals bij mij. Een waar gebeurd verhaal. Hey Steven, kom je chillen? Nee, ik kan niet. Nee, ik ben al met mijn vrienden aan het chillen. Wat? Dus je gaat vrij? Weet je zeggen dat je met je vrienden gaat chillen, maar dat doe je helemaal niet. Nee, wat deed je steeds? Ik ben gewoon met mijn vrienden aan het chillen. Waarom denk je ineens dat ik vreemd zou gaan? Waar gaat het over? Steven, dit is echt de laatste keer. Want ik ga er geen één toe. Later die middag. Baby, lock the door and turn the lights down low. Hey, Steven, oké, ik ben gekomen zoals je zei. Wat wou je nou zeggen dan? Steven, ik denk niet dat jij met je vrienden bent. Dus, het is uit. Stacy, ik moet je wat vertellen. Ik ben zwanger van je. Hey, what's Gucci? Het is je. Oké, mensen, we hebben nu als allereerste nummer 1. En nummer 1 is iets ouds. Dus op een oude fiets moet je het leren. Hey, chickie, je bent er. Nou, hey, je mag hier alvast wel gaan zitten. Ik weet niet welke film je wil zien, maar hey. Ik heb een hele Netflix-lijst, maar ik ben niet over gaan Netflixen, schat. We locked the door and turned the... Oké, nummer 2 is dus ik ken haar niet en wat ik daarmee bedoel is... Oké, jongen is uit in de club en hij ziet een heel knap meisje. Of hij kent haar al en hij vindt haar knap. En wat een jongen dan meestal doet is, hij gaat naar haar toe en hij zegt van... Ja, weet ik veel wat hij zegt. En dan komt een ander meisje aan en die vindt hij natuurlijk ook leuk. En dat meisje gaat naar hem toe en die zegt van... Ken jij haar? En hij zegt... Hey. Natuurlijk ken ik haar niet. Maar wat hij eigenlijk bedoelt is... dat je haar gewoon vet lekker vindt en dat je haar gewoon keihard wil doen met z'n... Oké, nummer 3 is... Oh, mijn lens is echt vies door mijn kwel. Gadver. Oké, nummer 3 is dus... Oh, spannend! Oh. Nee, nummer 3 is dus als een jongen jou appt en hij zegt van... Hey, wat doe je vanavond? Zullen we vanavond chillen? Wel met z'n tweeën. Wat hij dan eigenlijk wil is dat hij jou gewoon keihard wil... Oké, nummer 4 is als een jongen jou ineens uit in iets appt en gewoon met jou gaat flowen. Wow, ik ben een 10 kilo lichter. Yeah. Oké, nummer 4 is als een jongen jou appt en hij gewoon meteen met jou gaat flowen en al die dingen. Waarom appt hij mij ineens? Ik vind hem wel leuk, maar waarom appt hij mij ineens? Nou, dat is meestal zijn vriend, want hij durft het zelf niet jou te appen, want hij is bang. En die vriend zit dan op WhatsApp of DM en die stuurt dan allemaal dingen naar jou. En ja, op die manier komt hij in contact met je en dan kan hij zelf het oppikken, maar dan heeft hij het zelf niet gevraagd. Mijn vrienden zijn zo goed voor elkaar. Hier is een kleine preview waar ik mee bezig ben. Wat is het? Ja, dat zien jullie ooit wel op mijn YouTube kanaal. Dus alsjeblieft, zorg er zeker voor dat je belletje aandrukt en even abonneert hier beneden. En dan zien we jou met je leuke koppie weer later.